licht wonen betekent dat je weet dat onafhankelijk van hoe je leven is geweest, elke ervaring die je hebt gehad een waardevolle les heeft gebracht. De lessen van het leven zijn niets meer dan een manier voor ons om wijsheid op te doen. Een van de lessen die we allemaal zouden moeten leren is om meer geduld te hebben in het leven. Door geduldiger en kalmer te zijn, heb je meer tijd om je innerlijke zelf en je hogere zelf te ontdekken. Leer hoe je je aandacht daarop focust via meditatie. Veel mensen geloven dat er niets bestaat zoals toeval, omdat alles met elkaar verbonden is via een energie van informatie. Deze energie is een steeds toenemende stroom van informatie en bewustzijn. Verlicht worden betekent ook in staat zijn om je denkwijze te veranderen. Richt je aandacht op wat werkt in plaats van gefrustreerd en boos te worden door je te focussen op datgene wat niet werkt. Als je een probleem hebt, richt je dan op het oplossen van het probleem, niet op het probleem zelf. Laat elke mentale, emotionele of fysieke binding die je misschien gevormd hebt door naar negatieve mensen en hun mening over jou te luisteren, gewoon los. Laat elke negativiteit uit het verleden los. We hebben een gewoonte om ons te binden aan mensen waarmee we bekend zijn, ook al zijn dat dezelfde mensen die misschien kritiek op je hebben of denken dat ze enige macht moeten hebben over wat jij doet, denkt of zegt. Pijn en verdriet zijn signalen van deze energie die ons erop wijzen dat we moeten loslaten. Het is om verandering op gang te brengen, wat nodig is om weg te komen van je ego en terug te keren naar het spirituele. Soms zijn we onze eigen ergste vijand, doordat we dankzij mensen die medelijden met ons hebben, een intern programma hebben ontwikkeld om een slachtofferrol aan te nemen. Dat is een manier voor een onverlicht iemand om aandacht te krijgen en dat voedt het ego in plaats van het spirituele. Medelijden hebben met jezelf is een enorme hinderpaal op weg naar verlichting. Je moet over jezelf heen komen en contact maken met je hogere zelf. Koenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is de auteur van het sensatiehandboek De Verboden Geheimen van Persoonlijke en Energetische Ontwikkeling. Hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven. Bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief gevuld met tal van goede tips en adviezen.